Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst ga ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog en ja, alle filmpjes die jullie kijken. Het is gewoon echt heel leuk om de filmpjes te kijken, maar het is ook heel leuk om ze te maken. En ik wil jullie daarvoor hartelijk bedanken. Abonneren is gratis. Duimpjes omhoog, eigenlijk ja, bij alle video's, dat zou leuk zijn. En deze keer gaan we een video maken over het onzichtbaar afhechten. Kijk, het afhechten, als ik het elke keer afhecht, dan kreeg ik elke keer toch een knoopje, omdat ik de haaknaald erdoor en ik was klaar. Ik deed wel netjes afhechten, maar ik kreeg toch altijd een klein knoopje. En nu heb ik dus ontdekt dat je, als je dus met de draad even door een naald gaat, een stopnaald, dan maak je eigenlijk de steek ook af. Ik ga het nu uitleggen en ik zou zeggen veel kijkplezier en nou, dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Je hebt nodig voor het onzichtbaar afhechten, kijk, een stopnaaldje. Maar goed, je begint altijd al met je benodigdheden bij elkaar te zoeken. Ik kan even niet op de woorden komen. Maar je hebt dus een stopnaaldje nodig en een schaar. En dan gaan we beginnen eigenlijk. Je ziet hier, dit is de mouw van de Leaf Sweater. En je ziet dan niet meer waar ik de aan- en afhechting en waar ik het, ik denk toch dat het hier zit, maar je ziet het bijna niet meer. En ik ga het nu even voordoen. Dus je pakt je laatste werk op, wat je ook maakt, maakt niet uit waar je mee bezig bent. En als je dus moet afhechten, kijk, dan ga je niet in de laatste, want normaal zou je zeggen, nou weet je, ik pak mijn draad op, ik trek hem door en je knipt hem door en dan krijg je inderdaad hier een knoopje. Maar nu gaan we dus even terug uit, dus je laatste stokje of steek, welke dat je ook maakt, dan ga je eigenlijk al je draad omhoog trekken. Je knipt hem af. Mag wel iets langer hoor, maar dat hoeft niet. En dan ga je aan die lus trekken, zodat hij erdoor komt. Zie je, dan heb je eigenlijk nog gewoon je steek. Even kijken of ik het dichtbij kan laten zien. Dan heb je gewoon je steek. Je pakt je stopnaaldje. Daar doe je de draad door. En dan ga je eigenlijk, kijk, ik wil nu de laatste steek pakken, dus ik pak hier deze laatste steek op. Dus ik ga gewoon van voor naar achter. Daar haal ik die draad door. En dan ga ik de haaksteek nabootsen. En dat doe ik doordat ik dus met mijn haaknaald in de steek ga insteken. Ja, zo moeilijk is het, of zo makkelijk is het. Je steekt er precies in en dan ga je een beetje aantrekken, zie je, en dan krijg je geen knoopje. Je gaat proberen even die steek na te bootsen zoals de laatste steken zijn geweest, dus niet te strak en niet te los. Kijk, dit wordt te los en dit wordt weer te strak, dus je bootst hem een beetje na. En wat ik dan doe, dan ga ik gewoon naar de achterkant van het werk en dan ga ik de draad wegwerken. Kan je nog een beetje spelen met de hoe groot dat je die draad wil hebben.
En pas dan ga ik hier een knoopje maken. Maar goed, dat knoopje zit dan aan de binnenkant. En dan hecht je lekker je draad weg met je stopnaald. En dan knip je hem netjes af. En dan zit het allemaal lekker aan de binnenkant. En dan zie je ook niet meer een knoopje voor het afwerken, want je hebt precies die haaksteek, die heb je nagebootst. En dan zie je geen knoopje meer hier, die zit natuurlijk ook aan de binnenkant. En ja, dit afwerking hier is van de Leaves sweater, daar ga ik binnenkort uploaden. Er komen nog wat leuke foto's bij en ja, die monteer ik nog aan elkaar, maar nu weet je dus hoe je dus netjes, ja, zonder knoopje je werk kan afwerken. Want de afwerking is toch altijd best wel nog een dingetje. Dan heb je eigenlijk best mooi haakwerk gemaakt, maar dan heb je nog geen mooie afwerking. Dus het is echt onzichtbaar afwerken. Ik zou zeggen, graag abonneren. Want dit was weer een andere video. Abonneren. Het zijn nog heel veel andere video's hoor. Ik heb omslagdoeken, truien, babyponchos, sokjes, tassen. Nou ja, zoek het maar op Iedereen Kan Haken op YouTube. En ik zou zeggen, de duimpjes omhoog, hieronder op mijn foto klikken. En tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Tot ziens!